de extra beveiligde inrichting, ofwel EBI. Het is een gevangenis in een gevangenis. Hier zitten de grootste criminelen van het land. Maar hoe is het daarbinnen? En wat moet je doen om er te komen? Dat is onvoorstelbaar, dat je je vrijheid kwijt bent. De EBI is ontstaan nadat er ruim 25 jaar geleden meerdere ontsnappingspogingen uit Nederlandse gevangenissen werden gedaan. En dus was er behoefte aan een extra beveiligd regime. En streng is het zeker. De EBI heeft in totaal 24 cellen, waarvan er 10 bezet zijn. In zo'n cel staan een eigen bed, tafel, stoel en kast. En ook hebben gevangenen een eigen toilet en douche, zodat ze hun cel niet uit hoeven. Gevangenen mogen 1 keer per week iemand ontvangen. Achter glas. En daarnaast mag een direct familielid 1 keer per maand langskomen zonder die glazen wand. Maar dan mag er alleen een hand gegeven worden. Er kan 2 keer per week gesport worden. En daarnaast mag iedere gevangene 1 uur per dag luchten, maar ook dat is zwaar beveiligd. Boven de binnenplaats zijn tralies, zodat je niet kunt ontsnappen, maar ook dat er geen spullen gedropt kunnen worden. Deze cel is niet in de EBI. Daar kunnen we niet zomaar in. Maar ik ken iemand die er wel gezeten heeft. Oh nee, geen crimineel verleden van mijn kant. Mijn collega Willem-Jan kreeg in 2018 een exclusieve rondleiding. Ik zit hier nu een tijdje alleen op deze cel. En wat me opvalt is dat het zo ontzettend stil is. Ik weet niet of ik het heel lang zou uithouden op deze cel. Want normaal in een gevangenis hoor je altijd wel rumoer of iemand tikken op de verwarmingsbuis. Of je hoort gerinkel van sleutels of wat dan ook op de gang of iemand die gaat douchen. Maar hier was het echt doodstil. Als je hier dus door de grote deur naar binnen bent gegaan en vervolgens door verschillende sluizen en detectiepoortjes en je bent gefouilleerd, dan ben je er nog niet. Want dan ga je eigenlijk over een binnenterrein, langs boompjes, kantoren, andere afdelingen. Ja, en dan kom je weer bij eenzelfde grote deur. Maar ik kan me eigenlijk nauwelijks herinneren hoe ik daar ben binnengekomen. Dat als je in de EBI zelf komt, hè, dan kom je eerst in een soort donkere garage. En dan weet je eigenlijk al niet meer aan welke kant van het gebouw je bent. Naar voren. Pas op het opstapje. Ja, oké. Okay. Naar voren. Dan word je door gangen geleid. Sommige gangen die lopen wat omhoog. Die lopen niet recht. Sommige gangen die lopen wat omlaag. Er zijn geen ramen. Als je een paar minuten binnen bent, weet je eigenlijk al niet meer waar je precies bent. Het is één groot doolhof. Je komt er niet uit, maar je komt er eigenlijk ook niet in. Ik vond het heel indrukwekkend en ja, ik realiseerde me natuurlijk ook wel dat het een unieke plek is in Nederland waar niet iedereen kan komen. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om levenslang hier te zitten. Dat lijkt mij echt vreselijk. Dat is onvoorstelbaar, dat je je vrijheid kwijt bent. Hier wordt iedereen geplaatst in een solitair regime. Dat houdt in alleen op cel. Je sport alleen, je lucht alleen, je doet alles alleen. Het is dus niet zo dat gedetineerden in de EBI allemaal gezellig bij elkaar aan de koffie zitten. Men zit gescheiden. Na verloop van tijd kan de directeur besluiten, en dat doet hij in overleg weer met het OM, met de politie, met de selecteur, om te zeggen van nou, deze persoon kan wel met een andere in een groepje. En dan wordt er natuurlijk gekeken naar de achtergrond, waar zit iemand voor, zitten ze wel of niet voor eenzelfde zaak. Jola is oud-directeur van de EBI. Ze had persoonlijk contact met deze criminelen. Maar toch lukte het haar om de mens daarachter te zien. Wij zijn er niet voor om mensen te straffen in de EBI. Dat doet de rechter al. Die legt al een straf op. En binnen die sfeer probeer je de detentie op een zo goed mogelijke manier vorm te geven. Want als je in je eentje op een kamer zit, weinig bezoek mag ontvangen en niet vaak kan bellen, dan is het personeel misschien wel het belangrijkste sociale contact dat je hebt. Als bijvoorbeeld er een belangrijke racewedstrijd is van Max Verstappen en een gedetineerde zit in de huiskamer, kunnen er wel een paar personeelsleden bij gaan zitten. Of als er gesport wordt, dat ze meesporten. Altijd wel een overtal aan personeel, maar de contacten die leggen de medewerkers. Ja. Als je de sfeer goed houdt binnen en je houdt contact, is het ook veiliger werken voor het personeel. Maar heel veel mannen komen uiteindelijk ook ooit weer vrij. Nou, heb je een bepaalde categorie bij wie dat nooit meer gebeurt. Maar zul je toch ook de rest van het detentieleven van de gedetineerden op een goede manier vorm willen geven. De zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland dus. En daar beland je niet zomaar. Grofweg zijn er 2 redenen om in dit regime geplaatst te worden.
Enerzijds heb je de kopstukken. Ze zijn vaak lange tijd voortvluchtig. En als ze dan opgepakt worden, worden ze vrijwel altijd in de EBI geplaatst. Om te voorkomen dat ze vluchten, maar ook zodat ze hun criminele activiteiten niet voort kunnen zetten. Een grote naam die we allemaal wel kennen is Ridouan Taghi. Hij zit hier. En aan de andere kant hebben we gevangenen die in een andere gevangenis een gevaar vormen. Bijvoorbeeld omdat ze gewelddadig zijn. Een minder bekende naam, Tony van H. Samen met medegedetineerde Danny M. ontsnapte hij in 2020 met veel geweld uit de Kijflandenkliniek. Ze gijzelden een psychiatrisch verpleegkundige en dreigden hem door zijn hoofd te schieten als hij de poort niet zou openen. Tony werd gepakt en verplaatst naar Vught. Of iemand in deze twee profielen valt, dat bepalen de selecteuren in Nederland. Zij verspreiden alle gedetineerden over de verschillende gevangenissen in Nederland. Eigenlijk maken ze de kamerverdelingen. Het zwaarste regime voor de zwaarste jongens dus. En toch is er ook kritiek. Het zou te zwaar en onmenselijk zijn. Ja, het is zwaar. Dat kan ik niet onder stoelen of banken steken. En of het onmenselijk is. Kijk, sommige personen die hebben nu eenmaal zo'n hoog risico dat je soms draconische maatregelen moet nemen. Voor mij gelden twee belangrijke uitgangspunten. En dat is niet meer beveiligen dan noodzakelijk. En aan de andere kant geen extra leed toevoegen. Als je alleen maar doet wat noodzakelijk is, omdat de persoon nu eenmaal dat risico in zich draagt, dan vind ik dat het geen onmenselijk regime is.